Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug in Content Veend seizoen 4. Op het moment ondervind ik mij in een lastige situatie. Mandy's Mansion is een groot gebouw dat inmiddels al helemaal af is, van buiten en van binnen. Niet alleen Mandy's Mansion, maar ook dit gebouw van Joris, de buitenkant van dit gebouw van meneer KB. En dan heb ik het nog niet eens gehad over dit complete gebied van Char hier. En dan vraag je je misschien af, maar Max, wat is dan precies het probleem? Nou, we hebben natuurlijk mijn prachtige megabasis. De voorkant geweldig. Deze zijkant geweldig. Deze zijkant, die is nog lang niet af. Ja, zoals je kan zien is mijn megabasis echt nog ver van af. En dat is dus iets wat ik in deze aflevering en in de volgende aflevering gelijk wil gaan oplossen. En daarvoor moeten we heel veel bouwen. Wat is dat nou weer? Zijn dat nou alvast verzamelde spulletjes? Wow, Max, dat heb je echt vet cool verzameld allemaal gewoon. Helemaal zelf. Nee, dat is dus niet waar. Bam. Zoals je kan zien, Char stelde voor om alvast mijn spulletjes te verzamelen, zodat ik gelijk kan bouwen. Drop allemaal even in de reacties. Oh mijn god, Char, wat ben je weer aardig. Dank je wel voor het verzamelen van Max zijn spullen. We hopen dat het heel goed met je gaat. En wat ben je toch ook weer een topper. Hartje, hartje, hartje. Duimpje, hartje. Punt. Laat dat nu even in de reacties weten. Goed, dan is het nu tijd om aan de slag te gaan met dat gedeelte van mijn megabasis. En ik wil waarschijnlijk dit gedeelte hier ook helemaal renoveren. Ik ben het namelijk nog steeds niet helemaal eens met hoe ik dit heb gedaan. Het tandwiel vind ik heel cool, maar de rest vind ik meer. En jullie horen de coole muziek al aankomen in 3, 2, 1. Timelapse. En wat is het resultaat toch ongelooflijk leuk. Maar voordat ik alles even uitgebreid ga laten zien, jongens. Ik liep hier over mijn pad. En het eerste wat ik zie hier ineens is een soort van tekening op de muur van een Formule 1 traject. Ik ben zelf geen Formule 1 fan en ik snap het ook niet zo heel goed. Dus ik weet niet wat speedtrap, DRS section, detection zones zijn. Ik heb geen idee allemaal. Maar waarom is dit op mijn muur bij mijn... Wat is dit? Mijn cactusfabriek. Dat is mijn bamboefabriek dit. Nee, dat is wel mijn cactusfabriek. Waarom is dit op mijn cactusfabriek neergeplopt hier gewoon? En van wie is dit? Wie heeft dit gedaan? Ik weet dat er bij Joris zijn basis ook vaak gravity wordt gebruikt. Maar wie heeft hier... wie heeft het gedaan? Oeh, die jonge lui van tegenwoordig ook met die graffiti en zo. Ongelooflijk, altijd weer hetzelfde gezeik. Wedden, dit is meneer KB met zijn gamer for life quote. What up, gamer? Goed, jongens, de timelapse. We hebben heel veel kunnen doen. Zoals ik aan het begin van deze aflevering zei, ik wil het liefst zo snel mogelijk de buitenkant van deze basis klaar hebben. En jullie kunnen het zien. We schieten al heel erg op.
Zeker als je nu ook vanaf de achterkant kijkt. Hier is even dit varkentje. Hallo varkentje, hallo jongen. Als je vanaf hier kijkt, begint het nu ook al heel erg op te schieten. En de achterkant is een stuk symmetrischer dan de voorkant. Ik bedoel, als je zo kijkt, de linkerkant is echt precies hetzelfde als de rechterkant, maar dan gespiegeld. Ik heb gewoon al voor gekozen om daar ook een satelliet te bouwen, maar... Het leuke is, helemaal rondom, kijk, dit is dan wel weer anders. Hier hebben we weer wat heel anders dan aan de andere kant. Hier hebben we een tandwiel, een balkonnetje, een grote muur hier. En als we die andere kant bekijken, daar hebben we natuurlijk dit hele gedeelte met die buizen en mijn naam en weet ik veel wat allemaal. Ze proberen de ene kant wel anders te maken dan de andere kant. Net zoals dat de voorkant ook niet helemaal symmetrisch is. Die kant is hoger dan de andere kant. De details zijn overal anders. Het enige wat nu nog moet gaan gebeuren aan mijn prachtige mega basis hier, is dat we hier de bovenkant moeten gaan maken. En dat gaat me nog wel een werkje worden. Kijk dit nou eventjes. Kijk nou wat hier allemaal nog moet gebeuren. Dit hele dak hier moet nog gewoon gevuld worden. En ik wil dit waarschijnlijk niet plat gaan maken. Ik wil dit waarschijnlijk nog een paar verdiepingen omhoog maken. Misschien dat het ongeveer net zo hoog wordt als die grote ring die ik hier heb. Het middelste gedeelte op zijn minst. Alleen moeten we ook rekening houden met dat dit hier open is. En dit wil ik eigenlijk ook wel open laten. Dus misschien dat ik dit voor de helft laat overkappen of zo. Ik weet het niet helemaal. Ik moet nog even een beetje gaan kijken hoe we dit gaan doen. Maar ik weet in ieder geval zeker dat dit gedeelte hier blijft open. En dit hier moeten we allemaal nog gaan dichten. En dat gaan we op een leuke manier doen. Dus ik ben heel benieuwd. Oh ja, en ik heb aan deze kant hier, jongens, heb ik ook de hotelletjes gemaakt. Eigenlijk heb ik precies dezelfde inrichtingen gebruikt als dat ik aan de andere kant heb gebruikt. Hier de gele kamer en dan hierboven hebben we de blauwe kamer weer. Hartstikke leuk natuurlijk. Dan kan Joris kiezen aan welke kant hij wil slapen. Deze kant zou eigenlijk nog ideale voor hem zijn, want hier is hij enigszins nog dicht bij huis. Wel een leuk uitzicht heb je vanaf hier. Dit is wel een mooi uitzichtje zo. Zelfde aan deze kant natuurlijk. Oh, dit uitzicht is wel helemaal leuk. Heb je mijn basis, heb je Joris' basis, Mandy's Mansion. Let's go. Goed, dan is er ineens iets compleet anders wat ik deze aflevering nog wil doen. We hebben ons bouwgedeelte gedaan. We zijn even trots weer op onszelf. Maar zoals je kan zien, Diamond Axe, Diamond Pickaxe, Diamond Shovel, Diamond broek. Jongens, deze spullen hier heb ik al bijna sinds het begin van dit seizoen. Althans, zijn waarschijnlijk wel een paar keer stuk gegaan en zo. Maar het is misschien wel een keer handig om deze spullen te upgraden naar Netherite. In aflevering 29. We zijn letterlijk al 29 en ik heb nog steeds geen Netherite. Ongelooflijk. Kijk, helmen draag ik toch nooit. Ik bedoel, ik vecht verder ook nooit zo heel veel in Minecraft. Dus helmen en zo, dat maakt allemaal niet uit. Hey, hier was Char ook. Leuk, dankjewel Char. Leuk hoor! Zo, even kijken. Ik kwam hier om te kijken of ik armor trims heb. Ja, we hebben hier een smithing template voor... Wat is dit? Bolt. En we hebben flow. Ik denk dat ik flow wil gaan doen. Maar daarvoor we hebben we eerst netherite nodig. Trouwens, ik kan mijn flow op mijn schoenen doen. Dan gaan we met flow gaan we naar de... Hier. Ik heb een idee. Ik wil het blauw hebben. Ik wil mijn armor kleurtjes blauw hebben, omdat mijn hele basis een beetje blauw is. Pakken we mijn schoenen, dus doen we deze erin, dan doen we deze erin, dan doen we deze erin. En dan hebben wij blauwe schoenen. Even kijken, 1, 2. Kijk, wat een dikke drip dit. Dit past bij de rest van mijn skin gewoon. Kijk nou die schoenen. Dit noem je nou gewoon echt drip. Dit is gewoon 2025. In de toekomst zitten we zelfs allemaal deze schoenen. Dus we gaan met de flow. Yo. Goed, ik wil natuurlijk ook nog gewoon nu een netherite broekje hebben. Want die diamond broek en die diamond tools die zijn echt gewoon helemaal outdated. Dus laten we hebben... Ja, we kunnen wel gewoon zo naar de nether. Ik denk niet dat ik heel veel bijzonders nodig heb extra. Laten we even hier de oud en vertrouwde portal van Joris pakken. Want ik heb nog steeds geen eigen netherite portal. Professional nether hub designed by the Capman copyright trademark. Yeah. Oké, okay, waar ga ik helemaal naar beneden? Waar is de route naar de netherite niveau? Lekker naar de vriendinnen van KB? Nee, ik wil naar beneden. Helemaal naar beneden. Mandy's Mansion verpest bij... Verpest bij Wanne? Hoezo? Lekker naar de end met je luie krent. Naar Justin. Waar is het niveau dat ik naar beneden ga? Ik wil gewoon naar beneden. Jeetje, wat een grote portal. Weet je, dan hakken we zelf wel naar beneden. Nee, daar is lava. Weet je, dan hak ik zelf... Oh, hier is de route naar beneden. Let's go! Welk niveau was ook weer netherite niveau? Volgens mij moet je dan echt nog veel dieper dan dit. Maar aan deze routes te zien is dit ongeveer netherite niveau. 15, let's go. We gaan hier gewoon hakken. Oh mijn god, maar hier is al alles gehakt. Hoe wil ik nou hier netherite gaan vinden? Oh, jongens. Oh my days. Wie heeft dit gedaan? En wij gaan hierin. We gaan gewoon beginnen. We zien wel. Ik weet dat de tactieken zijn dat je dicht bij een border van de chunk moet zijn of zo. Maar ik ben altijd gewoon van het we gaan hakken en we zien wel wat er gebeurt. En je vindt op deze manier toch altijd wel netherite. En ik heb niet zo extreem veel nodig, dus dat scheelt. Lava! Wegwezen. Ja, nog meer lava. Dan gaan we maar deze kant op. Hier gaan we geen lava meer vinden. Lava!
Overal lava. Ik ga gewoon een hele andere kant ineens op. Ik wil gewoon netherite vinden. Hey, hoppakee. En het zijn er ook echt drie. Let's go. Dit is de eerste keer dat ik netherite heb. Je kan het aan achievement zien, jongens. We kunnen het niet faken. We hebben gewoon nog geen netherite gevonden dit seizoen. Het is niet te faken. Nice. Dan hebben we gewoon drie netherite. Die gaan we ook gewoon netjes hier zo stoppen. En dan gaan we dit hier gaan we zo vullen dat mijn inventory gewoon heel netjes blijft voor jullie. En dan gaan we even verder zoeken. Ja, nog meer. Is het meer dan één? Is het meer dan één? Is het meer? Het is niet meer dan één. Ik ben opgelicht. Ik ben teleurgesteld. En mijn dag is helemaal niet verpest, want er is nog meer netherite hier. Ik weet niet meer hoeveel ik nodig heb. Volgens mij is 4 netherite ancient debris. Maak ik 4 scraps van. En dan met goud kan je 1 netherite ingot maken. Ik weet het niet meer precies. Ik ga gewoon lekker veel hakken tot ik genoeg heb. Lava. En zo vinden wij nog meer netherite. En dat gaan we dan ook even gewoon lekker hakken. Zoals dit in alle rust en in alle vrede. En het blijkt er zelfs nog eentje te zijn. Wat is de wereld toch ook weer geweldig! Dumpen we even wat netherrack. Want ik heb echt niet zoveel netherrack nodig als dat ik nu bij me heb. Dat is een beetje random. Ja, ik haat de lava. Af en toe is het ook handig om een beetje kwarts te hakken, jongens. Dat letterlijk puur zodat mijn pickaxe niet stuk gaat. Want die kwarts kan natuurlijk mijn prachtige pickaxe repareren. Ik dacht even dat het netherite was. Omdat je levels van kwarts krijgt overigens. En ik heb natuurlijk mending, dat weten jullie. Goed jongens, ik ga wel eventjes verder hakken. En dan zie ik jullie thuis zodra ik genoeg netherite heb voor mijn broekje. Laten we dan misschien ook gewoon mijn helm een keertje zoeken. Die zal waarschijnlijk wel ergens in de kisten liggen. Mijn pickaxe, mijn prachtige axe. En natuurlijk mijn prachtige shovel. Die gaan we allemaal upgraden naar netherite. Dus ik zie jullie in 3, in 2, in 1. In de beep, ba, boe, tot zo. Oké, ik heb inmiddels 21 ancient debris. En ik denk dat dat wel genoeg is. Want ik heb het even opgezocht. En je had inderdaad 4 ancient debris nodig voor 1 netherite. Waarom staat hier kwarts? Alleen, het ding is, ik wilde eigenlijk pas mijn video weer openen. Zodra ik thuis was. Maar ik weet de route naar huis weet ik niet meer. Dus dat is een beetje een probleem. En het lijkt wel dat ik hem teruggevonden heb. Volgens mij ben ik hier geweest. No way, heb ik een rondje? Oh, hier kwam ik vandaan. Let's go. Nice. Ja, dat is helemaal top. Graag even een gezondheid in de reacties. We zijn weer thuis. Oh mijn god, ik had oprecht niet verwacht dat ik het zo snel terug zou vinden. Waar kom ik nu vandaan? Lekker naar de vriendinnen van KB. Daar kom ik vandaan. Laten we terug naar huis gaan. Ik vind het mooi geweest. Wat een makkelijk avontuur was dit. Mijn pickaxe heeft wel bijna niet overleefd. Maar ja, risico van het vak. Hé, hier hebben we Shark. Hier hebben we Shark. Kijk, wacht. Shark, ik heb wat voor je. Oké. Is allemaal voor jou. Oh, wat fijn! Ja, allemaal voor jou. Allemaal voor Ach, jou. Wil je ook kwarts bij die, die zo? Ik kan het niet eens allemaal meenemen. Mag het allemaal hebben. Waarom gooi je het nou op de grond? Wil je het niet? Jawel, maar mijn inventory zit vol. Ik heb eindelijk netherite. Nou, dat werd ook wel tijd, hè? Ja, ik heb eindelijk netherite. Ik ga het ook gewoon gelijk gebruiken. 4 voor 1 ingot, toch? Ja, en 4 goud. 4 goud, ja, dat komt wel goed. Ik heb ook een beetje nuggets, maar dat komt vast wel goed. Ja. Wat doe je hier? Toevallig. Toevallig doe ik hier geen idee eigenlijk. Ik was onderweg Wacht, naar huis. Wacht, dit ben sowieso jij. Jij bent Formule 1 fan, toch? Of niet? Jij bent ik weet wat je bedoelt. Fan, maar ik was het niet. Jij was het niet? Wie is het dan? Ik dacht dat jij het was. Het was Joris. Nee, het wat was Joris. Dit? Maar het heeft te maken met het evenement. Maar we dachten, we laten het er gewoon op hangen. Ik denk, wat is dit ineens? Zij lopen hier rond. Ik denk in één keer, hè? Ik heb geen verstand van Formule 1, dus ik snap ook niet wat alles betekent. Goed, dit blijkt dus Joris te zijn samen met Char. Blijkbaar is Char dus op het moment een evenement aan het bouwen. En dat heeft iets met racen te maken. Dus binnenkort zullen jullie vast wel meer gaan zien. Ik ben heel benieuwd wat dit allemaal gaat zijn. Erg spannend weer. Oké, laten wij mijn tools even upgraden. Dan vliegen wij hier zo door deze ruimte naar mijn chestroom. Dit moet ik dan... Kan ik in mijn supersmelter kan ik dit gooien? Let's go! Komt-ie, hè? 1, 2, deze erin. Hop. Jeetje, dat is echt wel heel snel opgenomen. Als het goed is, komt het dan hierin terecht. En ik heb al goud, dus dat komt ook goed uit. Kijk, dan gaan mijn furnaces gaan aan. En niet allemaal, echt bij lange na niet allemaal zelfs. Zijn ze bovenaan? Is dat het? Ja, ze staan boven, staan ze aan, ik wou het zeggen. En dan zou als het goed is, elk moment zal dit vullen hier met netherite. Ik hou van deze supersmelter, echt waar. Een supersmelter is zo relaxed, jongens. Het gaat zo snel daardoor. Oké, en dan hier moeten we naar een crafting table toe lopen. Dan kunnen wij netherite ingots maken. Dan hebben wij er 5, oké. En dan kunnen we... Oh, dan hebben we een netherite upgrade template voor nodig. En die heb ik volgens mij niet. Nee! Char is online, we gaan shards maken. Ik ga dat betalen, ik ga wat meenemen. Groene kaars. Waar is Char? Oké, Char is onderweg. Ik wacht hier in de gele kamer. In mijn nieuwe hotelkamer. Daar ben ik. Ah, daar komt ze. Daar is ze. Daar zal je er hebben.
Hallo. Hallo. Ik heb een vraag. Ik ben helemaal vergeten dat je een Netherite upgrade template nodig hebt. En ik heb een prachtige prijs, want ik weet dat jij die hebt. Dit is een kaars van de koning van 2001. Mm-hmm. Uit Joegoslavië. Oké, dat ga ik even noteren moment. Ja, noteer maar. Kaars? Hij heeft hem gebruikt voor zijn 144ste verjaardag. Ik ben het allemaal weer vergeten, laat maar. Een kaars van de koning uit 2004 van Joegoslavië. En hij vierde het op zijn 144ste verjaardag. Hij heeft hem nooit uit kunnen blazen, want hij overleed vlak voor het blazen. Echt droevig verhaal. Ik was erbij. Wat sneu. Ja, zeker. Maar ik heb zijn kaars. Die is voor jou. Wat goed. En jij wil dan zo'n template? Ik wil zo'n template ervoor, ja. Voor de kaars van de koning uit 2004 Joegoslavië. Oké. 144ste verjaardag. Ga ik die even halen, goed? Ja, maar ik wacht wel. Die kaars die wil ik natuurlijk wel. Ja, dat snap ik ook wel. Oké, jongens, ik moet dat bekennen. Deze kaars die komt niet uit de 2004 van de koning van Joegoslavië in 144ste verjaardag. Ik heb het verhaal verzonnen. Ik weet het. Heel overtuigend verhaal. Maar niet tegen Char zeggen dat ik dit verzonnen heb. Hey, hoppakee. Dat is een mooie landing. Ja. Oké. Is het tegelijk droppen? Ja, is goed. 3, 2, 1. Ik wist het. Ik trouw het al niet. Hoe dropt hij dat zo snel? Hoe kan je dat zo snel droppen? Ja, één klikje. Hey, kijk, hier is de kaars. Nee, hier is de kaars. Uit goed vertrouwen. Ik hoef de cobblestone hoef ik niet. Ik heb al genoeg steen. Zo. Nee. Ja, ik heb de helft op kunnen pakken. Ja, wacht even zo. Maar hoeveel diamonds kost het ook weer om het te duplicaten? 7. 7 diamonds? Ja. Gadverdamme, oké, dat komt goed. Want ik moet het ook voor elk diamond ding heb ik zo'n upgrade template nodig, toch? Mm-hmm. Gadverdamme, dat was vroeger niet. Dat is nieuw. Oh. Nou, veel plezier met je kaars, dankjewel. En succes met je evenement. Dank je. Dat is dus hoe je iemand oplicht, jongens. Oké, dan komen we alleen op het punt. Ik wil deze natuurlijk niet opmaken. Ik wil hem duplicaten. Want ik heb, laten we even kijken. 1, 2, 3, 4 keer heb ik hem nodig. Dus 5, want de vierde wil ik niet opmaken. Ik wil er ten alle tijde eentje bewaren. Maar daarvoor heb ik diamonds nodig. En ik weet dat mijn diamonds op zijn. Maar ik weet toevallig ook dat iemand hier diamonds... Ja, kijk, hier zijn diamonds achtergelaten. Dan heb ik er al 3. Laten we even naar mijn winkels gaan. Ik ben al zo lang niet meer bij mijn winkels geweest. Ik ben benieuwd of er überhaupt wel iets door iemand gekocht is. We gaan erachter komen. Nee! 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 Esmeralda, je bent ontslagen! Hey, hier is een diamond. Goed zo, hey. Gerwin stelt nooit teleur, jongens. Gerwin stelt nooit teleur. Geweldige Gerwin noemen ze hem ook wel. Oké, deze winkel moet ik een keer van Donald moet ik bijvullen. Dat is wel heel droevig. Oké, we hebben nog 1 diamond zelf. Laten we even kijken wat voor diamonds wij bij elkaar kunnen schrapen uit mijn inventory. Uit mijn kistenkamer hier. Hier hebben we nog een diamond. Mensen kopen af en toe gewoon spullen. Dat doe ik ook wel eens bij Char. Dan ga ik gewoon naar haar kistenruimte. En dan koop ik gewoon wat. Wat zijn deze kisten leeg trouwens? Oh, we gaan wel weer minen. Jeetje. Moeten we de mines weer in? Ik ga even heel ver weg vliegen en dan ga ik daar ergens random de mines in. Want daar is zo min mogelijk al gehakt. Als ik hier de mines in ga, ga ik helemaal geen diamonds meer vinden. Dus laten we heel even kijken. Is dat een gleuf? Is dit een goede gleuf? Nee. We hebben een groot diep gat gewoon in. Kijk, dit hier is waarschijnlijk... Nee. Juist. Dit is wat ik zal. Dit is perfect zelfs. Laten we even kijken hoe diep dit gaat. Oh mijn god, ik zie helemaal niks. Het is heel donker. Heel eng. Helemaal niet leuk. Goed, we gaan even aan de slag in het mega... Ik zie helemaal niks. Het is zo donker. Goed, mijn sessie is gelukt. Laten we gelijk even in Mandy's Mansion hier al mijn tools repareren. Want die zijn nu echt bijna stuk. Hallo, dames of heren, weet ik veel. Ik oordeel niet. Goed, vliegen we terug naar huis hier. Dan kunnen wij deze Netherite template hier upgraden met de diamonds die we zojuist hebben gemined. En dan kunnen we eindelijk upgraden, jongens. Eindelijk. Oké, hoe duplicate je zo'n ding? Is dat gewoon zoals dit? Nee, hoe doe je dit? Oh, je hebt ook netherrack nodig. Nee, dat heb ik net allemaal weggegooid. Dat heb ik allemaal aan Char gegeven. Nee. Nee. Oh, dat heb ik nog. Nee. Ik heb al die netherrack aan Char gegeven. Waarom heb ik niet een beetje bewaard? We gaan het gewoon terugpakken, jongens. We gaan het terugstelen. Oh, netherrack. Waar ben je? Daar ben je. Juist. Oké, dan gaan we het gewoon hier in de kamer van Char doen. Waar is de crafting... Oh, hier. Kijk. 1, 2, 3. Oh, dat weet ik niet. Oh, je krijgt er 2... Ah, tuurlijk krijg je er 2 voor terug. Zo. Hoppakee, dan hebben we er 3. En dan hebben we er 4. En dan wil ik er nog 1, waardoor we er 5 hebben. Ja, en dan hebben we ook nog 20 diamonds over. Ik heb echt veel te veel diamonds gehad. Maar dat komt natuurlijk ook omdat ik Fortune 3 heb.
Ik heb echt denk ik maar 4-5 klonten van diamonds gevonden. En dan heb je gewoon 48 diamonds. In principe is diamonds vinden op een later niveau in Minecraft is zo makkelijk. Zeker als je gewoon even naar een nieuwe plek gaat en gewoon gaat caven. Char heeft volgens mij ook echt stacks aan stacks aan stacks aan diamonds. Maar dat is niet belangrijk voor de jongens. Het wel belangrijke is dat wij mijn tools gaan upgraden. Dan kunnen we ze ook een keer namen geven. Daar komt ie. Eerst doen wij de Netherite leggings. Dan doen wij de Netherite axe. Dan doen wij de Netherite pickaxe. En tot slot de Netherite shovel. Oh mijn god. Ruimen we deze zooi ruimen we hier op. Doen we de Netherite doen we even hier zo. En dan hebben wij nog bolt armor trim. Die wil ik wel even gebruiken op mijn broek hier. En dan ook met een lapis lazuli. Dan gaan we kijken of we drip hebben. We gaan hem erop doen. Komt ie. Oh. Boom, boom, boom. Boom! Dames en heren, jongens en meisjes. Ik presenteer jullie mijn nieuwe outfit. Volledig uitgedript. Ik heb inderdaad geen chestplate en geen helm. Maar die draag ik toch nooit. Omdat ik hier ergens in mijn inventory... Zo. Heb ik mijn elytra. We hebben natuurlijk altijd meer elytra om. Maar mijn helm doen we niet op. Anders zien jullie mijn mooie kopje niet. Dames en heren, ik zie er helemaal geweldig uit. En we hebben ook gewoon goede tools. Laten we het even renemen. Oké. We hebben wat levels inmiddels door het minen van net. Kost 32 levels om hem te renemen. Huh? Wat? Ach, waarom kost mijn ex zoveel? Waarom kost dat zoveel? Laat maar zitten, hé. Jeetje, ik hoef hem helemaal niet meer te renemen. Het heet nu gewoon zoals het heet. Oh mijn god, wat een scam dit. Oh, maar wat een upgrade ook weer. Eindelijk gewoon even Netherite tools. Dit heb ik echt wel gemist, jongens. Ik heb het oprecht gemist. Ik weet niet waarom ik dat niet eerder heb gedaan. Maar alles gaat nu zoveel makkelijker worden nu ik gewoon betere tools heb. Goed, dan hebben wij Netherite gefixt deze aflevering. Dan hebben wij mijn basis voor een groot gedeelte gefixt deze aflevering. En dan gaan wij in de volgende aflevering verder met mijn grote megabasis daar. En dan hebben we dat ook gewoon gefixt. Ik ben heel benieuwd. Vond je het nou zo'n leuke video? Vergeet dan zeker even niet te liken en te abonneren. Kijk ook even lekker. Wow, deze video hier. Jeetje, ineens die hele video. Ik moet hier gewoon laag staan dat ik er zelf niet meer bij pas. Klik op de video, kijk ernaar. Het is helemaal geweldig. Ik weet zeker dat dit jouw ding is. En nu dankjewel voor het kijken. Spreek je later.